Ik had in mijn vorige video voor de grap de titel gegeven of de subtitel gegeven. Het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, we zijn nog amper een dag verder of het volgende onderdeel van deze klucht, mag ik het toch ondertussen wel noemen, is aangebroken, en namelijk dat energiecontracten, lopende energiecontracten voor lange termijn, simpelweg worden opengebroken, eenzijdig worden opengebroken door de energieleverancier doen ze niet allemaal, maar er zijn al enkele voorbeelden bekend waarbij dit gebeurt. Ik zag namelijk in de reactie onder mijn vorige video over, dit, uh, over de stijgende energieprijzen iemand uh, uh, noemen dat hij in juli nog een contract voor vijf jaar heeft vastgezet en uh, dat dat een slimme zet was geweest omdat de prijzen zouden gaan stijgen. Hij zag dat wel aankomen, maar je ziet hier gewoon wat is zo'n contract nog waard als het eenzijdig wordt opgebroken. Heel artikel op de website van de NOS. Ik zal hier onder de video ook wel even naar linken. Waar uh, ja, wordt uitgelegd wat er aan de hand is. Het, het is dus heel simpel. Mensen die hebben een lopend contract van één of meerdere jaren. Geen variabel contract, dus variabele contracten mogen sowieso tussentijds uh, worden aangepast. Maar lopende vaste contracten worden gewoon eenzijdig opgezegd. Mensen worden gedwongen om ofwel hogere tarieven te accepteren ofwel uh, het contract te beëindigen uh, en naar een andere leverancier te gaan. Het is overigens niet uh, zo dat dat alleen maar bij, uh, bij hen is. Er staat hier op Twikers een heel artikel uh, over uh, in het forum. Waarin wordt uitgelegd uh, dat er dus ook uh, mensen zijn die dit nu aan de hand hebben. Daar worden ook echt uh, uh, brieven getoond enzovoort enzovoort. Dus dit is echt een probleem. Um, ik heb daar wat dingetjes over opgeschreven. Want ik ga dit eventjes heel serieus inzetten. Uh, omdat dit uh, wel echt. Ja, dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Dit is gewoon geen tijd meer voor grappen. Dit, uh, dit zijn serieuze. Zaken die voor iedereen een bepaalde impact hebben. Even kijken, dan doe ik het weer verkeerd. Ja, hier. Dit artikeltje staat op e-merse en daar staat solvabiliteitsproblemen dreigen voor kleine energieleveranciers. Waarom laat ik dit zien? Hier staat hetzelfde uitgelegd als in het artikel van de NOS, ietsjes meer in detail, maar hier worden namen en rugnummers genoemd. De vier energieleveranciers hebben een negatieve solvabiliteit. Dus die zitten nu al in de problemen. Ben je daar klant, dan uh, ga ik dadelijk wat uh, tips geven. Het gaat hier om FENOR-energie, gewoon energie, van helder en welkom energie. Die zitten dus nu al echt in de proble problemen met hun geld. Zes andere energieleveranciers uh, hebben een positieve solvabiliteit, hoewel deze erg laag is. En dat zijn anode energie, Energie Zero. Hoe heet dit? Stroga, Green NL, Slim met Energie en Vrij op Naam. Dus die, die hebben nog wel geld, maar niet heel veel meer. Daar hoeft maar, eh, zoals wij dat hier... Eh, of wij opa zei dat vroeger wel eens, één nacht voor nog en het is afgelopen. Dat ging dan met name op mensen met slechte gezondheid die half op sterven lagen. Dat geldt voor deze bedrijven ook. Nou, dan hebben we nog een groep energieleveranciers die zich niet in de gevarenzone bevindt. Dus daar is eigenlijk niks mee aan de hand. Dat is de Vrije Energieproducent, Eneco, Engie, Nieuwe Energiegroep, SEPA, Green Energy en Vattenfall. Daar is eigenlijk niks mee aan de hand. En er is één leverancier die nog wordt genoemd die een uitstekende solvabiliteit heeft. En dat is Green Choice. Die, uh, die zullen dit waarschijnlijk zonder problemen kunnen uitzingen. Kijk dus goed naar deze namen. Mocht je bij een van deze partijen een contract hebben... die dus hier genoemd worden als partij die solvabiliteitsproblemen zou kunnen krijgen... dan, uh, uh, dan ga ik er eventjes wat dingen over vertellen. Want ik heb hier een lijstje gemaakt met wat, uh, met wat zaken. Die ga ik even puntsgewijs met jullie delen. Rustig verteld. <laughs> ik ben nogal van het snel praten, maar ik zal dit wat rustiger vertellen. Um, nou, Eigenlijk stap 1, want hier kan echt serieus gezeik van komen... Zorg dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt, waarbij uh, consumenten, dat is volgens mij consument of woningeigenaar, dat zijn vaak van die subonderdelen, die moeten daarbij inzitten. <coughs> Controleer dat even. Mocht je nog geen rechtsbijstandsverzekering hebben, dan is het een goed moment om er eentje aan te vragen nu. Besef wel. Uh, een rechtsbijstandsverzekering zal alleen maar aangesproken kunnen worden voor problemen die nog niet speelden op het moment dat je de rechtsbijstandsverzekering aanging. Nou ja, heb je nu op dit moment nog geen brief van je energieleverancier gekregen, dan ja, zit je in feite, had je nu nog op dit moment geen probleem, dus kunnen ze je daar niet op aanspreken. Het enige wat wel speelt is dat de meeste rechtsbijstandsverzekeringen die kun je aangaan en de eerste drie maanden van die verzekering mag jij geen claim indienen. Dus, en ik vermoed dat hier nog wel wat meer gezeik over gaat komen in de komende maanden, als dadelijk de winter in, in, in volle gang gaat. Um, ja, die drie maanden moeten wel uh, gepasseerd zijn. Dus hou dat even in gedachten. Als je rechtsbijstand al hebt. Is het goed, controleer even of de woning en of consumentenzaken in de dekking vallen. Zo niet kun je dat misschien nog erbij klikken. Heb je nog geen rechtsbijstandverzekering overweeg om er eentje aan te schaffen? En onthoud dan dus dat er problemen die al speelden, tellen niet mee. En je moet minstens, ik meen drie of vier maanden wachten voordat je je eerste claim kunt indienen. Ja, dan het opzeggen. De leverancier zegt, ja, we moeten, jij moet uh, hogere tarieven accepteren tijdens de looptijd. En anders dan zeggen wij op. Ja, dat is natuurlijk heel krom en het mag ook gewoon niet. Um, kijk, zeg ik namelijk eenzijdig aan mijn kant op, dan krijg ik van de leverancier een boete nagestuurd. Terwijl nu zegt de leverancier op, ik krijg niet eens een vergoeding. Als consument die dit overkomt. En dat is natuurlijk heel krom. Als jij van mij af wilt als werknemer, ja, dat is goed, dan geef maar een ontslagvergoeding mee. Wil jij als leverancier eenzijdig een contract opbreken? Nou prima, compenseer me maar en niet de, en niet de zuinige AUB. Ja, daar moet over gesproken kunnen worden. En dat doen ze niet. En dat is heel smerig. Er wordt in die brieven, uh, je moet ze maar eens lezen op tweekers, wordt ook heel erg geappelleerd aan: ja, wij kunnen er ook niks aan doen en de markt. Allemaal hele zielige verhalen. Terwijl het is gewoon heel simpel, we hebben een contract afgesproken voor een, voor, een, voor een bepaalde looptijd met een bepaalde prijs. Daar hebben wij alle twee ons akkoord voor gegeven, dat dient te worden nagekomen. Punt. En kun je dat niet? Nou, heel simpel, dan nou, ga als bedrijf maar feed. Want ik ga jou niet spekken, zodat jij je aandeelhouders kunt blijven voorzien van een, nette, van een nette vergoeding. Dat is niet de relatie die ik met een bedrijf heb als eindconsument. Omgekeerd is het ook zo. Hè? Als stel je voor dat ik een vast contract heb voor een lange tijd, en het is tien jaar geleden heel veel gebeurd dat mensen een langlopend contract hadden, terwijl de marktprijs van stroom en gas daalde. Dus de inkoop van de energieleveranciers daalde, terwijl de contracten voor een langere tijd vast stonden. Krijg ik als klant ook geen compensatie voor? Dan zal de energieleverancier me ook niet opbellen van: goh, je hebt bij ons een contract, maar jij betaalt eigenlijk veel te veel. Weet je waar, je krijgt van ons dat verschil terug. Dat doen ze ook niet. Dat is gewoon winst dat gaat in hun zak. Maar nu, het omgekeerd is, is het in één keer tranen en ellende. Ja, kom, dat is te makkelijk gedacht, vind ik zelf. Wat dit ook heel mooi blootlegt, want dat zie je ook wel een beetje aan de partijen die hier in zwaar weer terecht zijn gekomen. Kijk, sowieso, dat is goed voor de mensen om te weten. En dat zag je heel mooi terug in het artikel hier van de, van de NOS. Moet ik heel eventjes kijken. Eh, Excuus, ja, dit moet allemaal niet, dit is niet voorbereid. Hè? Dit is gewoon, uh, <laughs> dit klikken we eventjes uh, snel in elkaar. Even kijken. Verweg de meeste mensen nemen hun energie of gas af bij een van de grote drie. Essent, Eneco of Vattenval. Die, dus die drie bedrijven hebben drie kwart van de markt in handen. Dat wil dus zeggen dat al die andere energieleveranciers met z'n allen maar één kwart van de taart verdelen. Dus hoeveel klanten hebben die energieleveranciers? De energieleveranciers die genoemd werden, uh, niet alleen hier maar ook in een artikel wat uh, op Tweakers stond, dat zijn met name de kleinere lokale energieleveranciers die misschien een x aantal duizend klanten hebben, maar that's it. Uh, en wat je gewoon ziet is dat die kleine partijen, ja die, die wekken vaak hun eigen energie niet op. Hè. Er zijn natuurlijk wel wat energieleveranciers die bouwen zelf windmolens of die hebben zonneparken in beheer. Kijk, die verdienen nu ook heel veel meer. Want die energie die zij invoeden op het net levert ook meer op. Dus die hebben daar al iets minder last van. Maar vooral die kleinere partijen, die zijn vooral heel erg aan het hedgen op de, op de energiemarkt. Met futures en al dat soort bullshit. Eh, maar die, die doen in feite niks dan dat het een soort van wederverkooppartij is. En daar kom ik straks nog even op terug. Ja, Eigenlijk eh, is het wat dat betreft in mijn optiek gewoon tijd voor de grote schoonmaak. Dat soort partijen moeten gewoon zelf failliet gaan. Want daar heb je toch niks aan. Uh, want uh, op deze manier, wat ze nu eigenlijk doen met die brieven die ze naar klanten sturen, is dat ze het risico wat zij lopen, hun aandeelhoudersrisico, volledig bij de klant leggen. Ja, en dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon dat is niet hoe het hoort te gaan. Dan leg je het risico niet daar waar het hoort. Nou, mocht je zo'n brief krijgen, heel simpel accepteer geen hogere tarieven. Heel simpel. Zorg dat je je voorschot, wat je dus al betaald hebt aan de energiemaatschappij, zorg dat je dat duidelijk op papier of op screenshots hebt staan. Besef, als zo'n partij omkiepert, dan valt ook alles van hun website, valt allemaal weg. Kun je niet meer zien wat je aan voorschot hebt betaald. Je hebt natuurlijk wel je afschriften van de bank waar je dat op terug kunt vinden. Dus de overzichten in het online bankieren kun je nog aanhalen. Maar zorg dat je wat bewijsvoering hebt. Dit is echt een moment voor wat ze dan mooi noemen, dossiervorming. Maar accepteer geen hogere tarieven. Neem contacten met de energieleverancier en, 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 hoe zeggen ze dat ook weer, vorder, vorder dat zij het afgesloten contract in volledigheid uitzitten voor de tarieven die zijn afgesproken. Punt. Geen gezeur. Je moet er echt op dit moment rekening mee gaan houden. En dat is bijna een gegeven. Er gaan leveranciers omkieperen. Zo simpel is het. Um, wat je dus kunt doen, uh, als je bij een energieleverancier zit die dus niet bij een van die grote drie, dus het is geen Eneco, welke waren het ook alweer? Eneco vattenval. En ascent. Dus als je niet bij een van deze drie ziet drie zit, dan loop je dus risico dat dit ja, jou zou kunnen gaan raken. Um, ga naar je online uh, portal van de betreffende energieleverancier en zet je voorschotbedrag zo laag mogelijk meteen. kun je nu meteen doen. Zo laag mogelijk. Soms dan kun je ze zelfs nog bellen en kunnen ze de telefonisch zelfs nog lager instellen. Doe dat nu. Waarom? Um, stel dat jouw uh, uh, energieleverancier omkiepert, dat bedrag wat jij elke maand betaalt is een voorschot, wat bij de jaarrekening wordt vereffend met de daadwerkelijke kosten die je hebt gemaakt. In feite gebruiken wij de energieleveranciers als bank. Het probleem daarbij is, is dat uh, wanneer zo'n energieleverancier omkiepert, staan wij als eindconsumenten achteraan in de rij bij de curator. Dus zorg ervoor dat je zo min mogelijk geld bij die energieleverancier hebt staan als je... ...verwacht dat jouw energieleverancier zou kunnen gaan kiepen. Dit is gewoon eigenlijk, gewoon, uh, um, ja, hoe zeg je dat, uh, jezelf een beetje indekken tegen de financiële risico's die er, uh, die er nu spelen. Um, heb ik, ik heb het eigenlijk ook nooit echt begrepen. Ze doen dit natuurlijk, en dat zeggen ze zelf ook, van, ja, dan zorg je ervoor dat mensen aan het einde van de rit de rekening kunnen betalen... ...en dat die niet als verrassing komt, net of wat. Maar ja, ik weet het niet, maar volgens mij kun je er ook voor kiezen om die rekening gewoon elk jaar in één keer te krijgen. Dan betaal je hem gewoon in één keer. Dan loop je dat risico niet. Dat is hetzelfde als met de zorgverzekering. Die kun je in één keer vooruit betalen in een heel jaar, maar je kunt het ook elke maand doen. Uh, want als je hem in één keer vooruit betaalt en halverwege het jaar valt zo'n uh, zo zorgverzekeraar om, dan ben je dat betaalde geld kwijt. Het geldt hetzelfde voor een energieleverancier in dit geval. Let daar dus ook even goed op en denk daar goed over na. Ja, het is een hele heftige tijd uh, op dit gebied. Dus je zult echt eventjes je boerenverstand moeten gebruiken. En een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje boerensluwigheid moeten gaan toepassen. Want hier gaan hele smerige spelletjes gespeeld worden. Door bedrijven die gewoon financieel aan de grond zitten. Zorg dat hun probleem niet jouw probleem wordt. Laat het risico liggen waar het ligt. Accepteer niks wat niet in jouw voordeel is en wat niet... Conform het contract is wat jij hebt. Zit je variabel bij één van deze energieleveranciers die hier genoemd worden, als zijnde in de gevarenzone. Overweeg om nu meteen daarop te zeggen en naar een van de grote drie te gaan. Uh, al was het maar gewoon om een hoop gezeik voor te zijn. Mijn uh, variabele contracten kun je vaak op maandbasis opzeggen. Dus daar zit ook verder helemaal geen, 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 geen probleem aan. Nou, hopelijk heb ik jullie een klein beetje bijgepraat. En dan wil ik eigenlijk nog. Voordat ik het vergeet, een allerlaatst dingetje. Dat, 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 toevallig kwam dit uh, laatst aanbod Dat staat hier. Zet de video gerust even op pauze om dit te lezen. vond ik heel interessant. Dat was namelijk de vraag. En dit gaat over de problemen in Engeland, waar ook heel veel energieleveranciers omkieperen. Problemen nog veel groter dan hier in Nederland. Is waarom hebben we eigenlijk energieleveranciers? Want ze verkopen allemaal hetzelfde product. Het wordt ingekocht op dezelfde markt. En iedereen probeert er dezelfde marge over te maken. Toch maken ze allemaal reclame, welkomstbonussen, bladibladibla. Bladibla. Eigenlijk hetzelfde als wat we met de zorgverzekeraars zien. Er is dus ook elk jaar weer een circus met reclames voor over te stappen. Terwijl het idee was vroeger: we gaan zorgverzekeraars uh, uh, creëren. of die mogen op de markt betreden. Want die kunnen dan deeltjes sluiten met ziekenhuizen. zodat zorg goedkoop ingekocht kan worden. Terwijl in de praktijk zorg is in feite altijd maatwerk. Daar valt geen bulkvoordeel te behalen. Daar valt geen kwantumvoordeel te behalen. Kijken we naar de energiemarkt, dan lijkt het erop dat er heel veel frontpartijtjes waren die vooral probeerden te hatchen tegen energie en dat wat in te kopen en weer verkopen, daar marge op te halen. En soms wat energie wat later in te kopen dan dat eigenlijk de bedoeling was. Ja, die lopen gewoon een hoog risico. Kijk, zo'n zo Ascent of zo'n valteval, die kunnen dat risico gewoon niet lopen. Die moeten dat wat beter op orde hebben. Plus, die hebben natuurlijk ook veel meer klanten en dus veel meer vet op de botten. Waarom hebben wij energieleveranciers? Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik het niet zo goed weet. Uh, sommige energieleveranciers die bouwen zelf, windmolens en die bouwen zelf zonneparken, dan zou je kunnen zeggen dan is het eigenlijk een soort van uh, investeringsinstrument om de marktverandering op gang te brengen die jij graag ziet, maar dat is natuurlijk onder de streep vrij beperkt. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk het gemeentelijk energiebedrijf. Vroeger hadden we een lokale bus. Uh, uh, leveren of een bus uitbater die voor de, voor, de, voor de busvervoer zorgde. En de treinen waren allemaal van NS. En je had vroeger het ziekenfonds. Ja, ik, ik kijk daar niet op een hele negatieve manier op terug. Natuurlijk, als je naar de telecomsector uh, kijkt, dan had je vroeger PTT, PTT of PTT. En als je om half twee op het postkantoor stond, dan flat, boem, ging het luikje dicht. Uh, we gaan lunchen twee uur lang. Dat soort fratsen, daar kom je nou natuurlijk niet meer mee weg. Dus het heeft ook wel goede dingen gebracht, de liberalisering van de markt. Maar op sommige punten... Kijk, je moet je afvragen, liberalisering van nutsvoorzieningen? Ja, moet je dat wel willen? Er is een reden waarom dat onze, onze watermaatschappijen van het drinkwater... nog steeds niet geprivatiseerd zijn. Daar is een hele bewuste keuze gemaakt. Zijn we misschien met onze energieleveranciers en onze zorgverzekeraars... misschien de verkeerde weg ingeslagen destijds? Laten we daar eens een keer een open discussie over hebben in de politiek. Ik denk dat het een heel goed moment is. Hier wil ik het graag wel laten. Ik heb weer te lang gesproken. Dank jullie wel.